Een kickflip. Hoe doe je dat? Yo, gast van Almos.nl, mijn naam is Barend en leuk dat jullie weer op een nieuwe video zijn aangekomen op mijn kanaal. Vandaag gaan we het zeker weer hebben over de fingerboards. Vandaag gaan we namelijk eindelijk trouwens, want holy shit, wat werd het vaak naar gevraagd, maar de kickflip tutorial. Yes, de kickflip. Voordat ik verder ga, wil ik eerst zeggen, wat een succes op de ollie tutorial. Ik had niet verwacht dat hij zoveel views zou krijgen en thanks voor de support allemaal. En jullie hebben allemaal andere trucjes laten weten, laten we kijken of ik die ook kan doen. Maar zoals jullie weten, ben ik misschien niet de allerbeste fingerboarder, maar ik vind het nog steeds super leuk om te doen. Dus het is dat ik het jullie uitleg en door dingen uit te leggen leer je het beste. Dus wil jij het beter leren? Ga dingen uitleggen, want dan ga je het leren. Dat is echt wel aparte zin, maar whatever. De kickflip. Voor de kickflip heb je verschillende dingen nodig, namelijk hand-oogcoördinatie en de ollie. En als je deze twee dingen kunt, dan kunnen wij door naar de volgende stap. Voor de kickflip gaan we onze vingers net wat anders neerzetten. Voor de ollie zet je hem gewoon zo in het midden neer. Voor de kickflip zetten we hem iets meer naar de zijkant. En dan heb ik het over de wijsvinger. Waarom doe je dit? Met de ollie gaan we met de hele vingers gaan we zo om hem weer naar beneden te halen. Met de kickflip laten we hem een beetje gaan en gaan we met onze wijsvinger tegen het randje aan, waardoor die al een draaiende beweging maakt. Wat is dan de bedoeling van de kickflip? Dat je een ollie maakt en dat je je board een rondje laat maken en dan vang je hem weer op en dan... Je hebt je vingers nu goed staan, je middelvinger goed in het midden, waardoor je hem extra power kan geven, zodat je de kick gewoon goed kan maken. En de flip voor je wijsvinger, zet je hem iets meer aan de zijkant, zet hem ongeveer, als ik hem eventjes kan autofocussen, op het boordje van dichtbij. Kijk, je zet je wijsvinger tegen de meest ver wegstaande schroefjes. En dan in het midden natuurlijk, niet helemaal hierop, maar dat is meer voor hoe breed je hem wil zetten. Dan heb je je vingers goed staan. Er zijn 100.000 miljoen kickflip tutorials, maar dit is hoe ik het doe. Ik zet best wel veel kracht op mijn vingers. Ik zorg dat ze goed stevig staan, want daardoor krijg ik meer controle over mijn boordje. Ja, ik weet niet, dat is gewoon mijn manier van doen. Ik weet niet hoe jullie het doen, als jullie het heel ontspannen doen. Daar gebeurt dit, bij mij in ieder geval. Dat kan, als jij dat doet, doe het vooral. Wat ik dan doe, is de ene zegt je beweegt je hele hand zo. De andere zegt je moet je vingers zo doen. Wat ik doe, ik slijt mijn vinger gewoon iets naar voren, naar de zijkant. Waardoor ik de beweging krijg. Nou, oké, jammer dat van de landing, maar nou, dat dus. En het enige wat ik dus eigenlijk nu meer doe dan de ollie, want dan hou ik hem gewoon recht, zeg maar zo. Dan doe ik hem meer die kant op. Nou, dat is eigenlijk heel simpel en dan moet je hem landen. Nou, dat is het. Dat is de hele simpele tutorial van de kickflip. En... Alright, zo doe je dus makkelijk de kickflip. Maar ja, de kickflip is niet heel makkelijk. Wat kan er allemaal fout gaan? Daar gaan we nu op letten. Wat kan er fout gaan? Wat ik heel vaak heb, is dat hij of te ver doorroteert en ik hem zo heb. Of te weinig roteert en hij gaat zo. Dit is gewoon een kwestie van aanvoelen. En hoe voel je zoiets aan door te oefenen. Wat je kan doen om te oefenen dat je de rotering goed hebt. Dus dat je hem niet te snel laat gaan. Of juist te langzaam. Is dat je hem gewoon, dat je de kickflip maakt. En dat je eigenlijk ervoor zorgt dat hij wel weer op zijn wieltjes landt. Nou. Mijn vingers gaan er dan wel gelijk weer op. Maar dat is gewoon automatisme. Maar ja, zo zie je. Nu heb ik iets te veel geroteerd. Nou, nu gaat het op zich wel aardig. Maar zoals je nu ook kan zien is, hij gaat draaien. Zodra je de rotering goed hebt, dus dat hij niet te snel of te langzaam gaat. En je kan de kickflip gewoon maken. Nou ja, nu ging hij nog net iets te snel. Wat er vaak gebeurt, als ik de rotering misschien wel goed heb. Maar dan gaat hij ook draaien. Dan maak je natuurlijk een andere truc dan de kickflip. En dat is niet wat we willen, want we willen de kickflip doen. Wat ik daarvoor doe, om dat zeg maar tegen te gaan, is gewoon heel vaak eerst weer ollies doen. Zo 5 keer de ollie. 4, 5. En dan doe ik nog een keer een kickflip. En dan zie je gelijk, ook al land ik hem dan nu niet, dat mijn board wel recht de goede kant op gaat. Nou, dat zijn in ieder geval een beetje de kleine tips van hoe je een kickflip zeg maar goed maakt en goed doet. Het is een van de makkelijkste trucjes, maar toch is die best wel moeilijk, vind ik het in ieder geval. Ik doe denk ik elke dag minimaal 10 tot 20 kickflips die ik land. Want hier gaan mensen vaak de fout in. Op YouTube zie je alleen maar trucjes die lukken. Maar geloof me, ik ben echt al lang bezig voordat eindelijk zo'n tof trucje wat ik in mijn hoofd heb, of het lukt. Kickflip is wel een fundering voor andere toffe tricks zoals de treeflip, hardflip, fakie.
kickflip. Die jullie ook gewoon kunnen aanvragen. Want wie weet ga ik daar ook een tutorial op maken. En waar ik dan gewoon vooral naar ga kijken. Want ik merk dat er heel veel video's op YouTube zijn van tutorials over fingerboards. Maar ik mis heel vaak zeg maar de dingen die bij mij fout gaan. Zoals nu met de kickflips dat die gaat draaien. Van oké, maar wat doe ik er dan tegen om dat tegen te houden? Ik merk dat dat heel veel nog niet besproken wordt. En dat wil ik dus wel aankaarten. Dus ik hoop dat jullie door deze tips en tricks wel de kickflip kunnen gaan doen. En wat ik zeg, probeer het te oefenen. En probeer het consistent te houden. Probeer echt je vingers op de juiste plekken te zetten. En probeer gewoon elke keer hetzelfde te doen. En als je hem raakt, probeer het dan vol te houden. Mocht het nog steeds niet lukken, dan zou ik gewoon ook eventjes op andere kanalen kijken. Want het moet vast ook wel lukken. Nu je mijn kant hebt gehoord in het Nederlands, zal een Engelse versie misschien makkelijker zijn om te begrijpen. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Ik heb gisteren nog een hele toffe bestelling gedaan. Dus binnenkort komen er weer hele toffe unboxingsvideo's. Het is er eigenlijk maar één. Maar ik heb €450 gespendeerd aan fingerboardspullen. Dus thanks voor het kijken. Ik hoop dat jullie de kickflip nu wat makkelijker kunnen doen. En geniet nog van een kleine kickflip montage. Waarbij ik allemaal kickflips doe. Op andere manieren. En ik zeg zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.